Lieve mens. We mogen de ogen sluiten en de handen op de benen leggen. Waarom we nu even zo zitten, heeft te maken met onszelf. Maar ook met alle andere mensen op deze planeet Moeder Aarde. Het heeft letterlijk te maken met de situatie in de wereld. Wij zijn allemaal op deze wereld. En we kunnen er allemaal aan meewerken als wij dat zelf willen. Gedachten die belangrijk zijn, ten goede de richting uitsturen waar leed is. Dat het leed verzacht mag worden. Op het moment dat die goede gedachte van u daar aankomt bij die persoon, is er een stukje verlichting, acceptatie, verandering. En die verandering die zo belangrijk is voor deze hele planeet, dat er vrede mag komen. En die vrede begint in onszelf. Laten we daarom proberen in onszelf die vrede te voelen, zodat we ook werkelijk die vrede kunnen doorsturen naar iemand anders die het nodig heeft en die het minder heeft dan wij. We proberen in ons hart alleen maar warmte te voelen. We proberen in ons lichaam een soort prettig gevoel te creëren. Dat we toch blij zijn. Dat we leven. Dat we accepteren welke klacht we hebben. Dat we begrijpen dat die andere wereld er altijd is. Dat we weten dat we allemaal een kind van God zijn. Dat we ook mogen voelen dat er medemensen zijn die het goed met ons nemen. Laten we daarom proberen nu die warmte te voelen die de andere wereld ons probeert te laten voelen. Als we meewerken, is dat mogelijk. Mogen we nu heel even doen. En die rust die we nu voelen rondom ons geeft kracht. En vaak wordt er ineens in een stilte een verandering aangebracht. In rumoer, geweld, geluiden die minder prettig zijn. En als er inderdaad ergens iets gebeurt wat een hels kabaal geeft, is het heel moeilijk om het helse kabaal om te zetten in iets zachts. Dat zijn dingen die realiteit zijn.
Wij worden al verward als we beelden zien op de televisie. Laat staan als we er zelf bij zijn geweest. Beelden die ons bijblijven. En één van die beelden is misschien juist die ingang die we nodig hebben om die kracht te krijgen om te beseffen dat wij het beter hebben dan daar. Laten we proberen die beelden van een kind dat honger heeft. Vluchtelingen. Om te zetten. In liefde. Wordt uw leven overheerst door angst? Het is dat gevoel van onzekerheid. Het gevoel van nervositeit. Het gevoel van niet lekker in je vel zitten. Op het moment dat je geconfronteerd wordt met die vreselijke angstgevoelens. Soms zijn die zo groot en hevig dat het voor een mens nauwelijks te dragen lijkt. Ze beheersen kortom het leven en zorgen ervoor dat de kwaliteit van dat leven achteruit gaat. Het gevolg is dikwijls een ziekte. Een uiterlijk vertoon van geestelijk lijden. Maar als gevolg daarvan is die ziekte nauwelijks te genezen, omdat de oorzaak gezocht moet worden in de angst. Maar tegelijkertijd is angst niet iets dat u zelf heeft bewerkstelligd of veroorzaakt. Het komt van buiten en wordt beheerst door negativiteit. Die ene ervaring op jonge leeftijd. Als peuter, kleuter. Of kind die eigenlijk helemaal niet zo ernstig leek, legde niet zelden de kiem voor het probleem van nu. Een schrikreactie. Het gemis van ouders. Een sterfgeval. Een ongeluk op straat. Een overval. Een aanval. Een agressief dier. Ruzie. Eenzaamheid. Er zijn vele oorzaken die angst kunnen laten ontstaan. Meestal echter wordt de oorzaak niet gevonden. Hij wordt verzwegen ter wille van een schuldgevoel of onbegrip. Het grijpt diep in het onderbewustzijn en omdat je door die angst anders meent te zijn dan je medemens, voel je je gewoon soms geen mens.
Maar ook als volwassene kan die angst opeens toeslaan. Bij de gedachte dat er iets zou kunnen gebeuren, wanneer de omstandigheden zich voordoen, is ook daar het zaad gelegd voor angst. Voor een fobie en voor een ziekte. Want stel je voor dat. Angst is een slechte raadgever en je zou er ook niet naar moeten luisteren, omdat hij gevoed wordt door negativiteit. Maar je kunt niet anders, althans je denkt dat je niet anders kan. Toch is dat een verkeerde gedachte. Een gevoel dat op zich ook door angst gevoed wordt, omdat het voor onzekerheid zorgt. Ieder mens heeft recht op een menswaardig en mensaardig leven op deze planeet. U hoeft zich nergens voor te schamen. U hoeft niet anders te zijn dan uw medemens, die overigens misschien ook wel angsten kent, maar die niet uit. Luister naar uzelf. Voel wat het betekent om zonder angst, zonder ziekte door het leven te mogen gaan. Het kan door de positiviteit in uw denken toe te laten. U bent mens. U heeft een eigen wil, een eigen mening. En u kunt uw leven zelf inrichten door niet afhankelijk te zijn van anderen. En vooral niet afhankelijk te zijn van uw angsten. Via mij als medium wordt er in de bijkomende klanken vanuit de goddelijke wereld hulp geboden om u die positiviteit, dat lichtpuntje in de duisternis van het leven, te mogen laten ervaren. Dwing niets af. Laat het gebeuren. Misschien dat er heftige reacties komen. Laat ze komen, want alles wat er mag plaatsvinden is positief en zuiver. Geef hen vanuit de goddelijke wereld het vertrouwen. En u kunt aan een nieuw leven bouwen.